Goedemorgen, ik ben wakker. Ik heb gedoucht en ik had vannacht honger. Dus toen heb ik even snel uit de koelkast een plakje geitenkaas gegeten die al lag sinds voor de vakantie. Maar er stond op dat hij echt nog heel lang houdbaar was. Ik dacht, nou, toen heb ik vanochtend dus boven de pleeggang. Leer je daarvan? Niet eten dat sinds... Nou maar, gewoon, het valt niet eens goed te praten waar ik heb gehoord. Ik heb gewoon honger. It's me. Vandaag gaan wij naar Mel en David, kraambezoek, vrienden van ons. We zijn in Rotterdam, daar gaan we zo om 10 uur heen. Althans 10 uur hebben we afgesproken, dus we moeten zo om 9 uur rijden. En dan gaan we daarna naar Steven Lisette. Super gezellig. Och, mijn nieuwe haarkleur. Ik geniet er echt van. Dat is zo mooi. Ik heb geen parfum op, want we gaan op kraambezoek. Dus neutral it is. Een bolletje met kaas. Wij zijn onderweg naar Rotterdam. Wij waren net op kraambezoek. Ach, microbabytje. Zo lekker knuffelen klein. Oh. Miele kusjes geven in de huis. Zo lief. En nu zijn we naar Steef Lisette onderweg. En daar zijn we omdat Steef jarig is geweest. Dat was tijdens onze vakantie. Dus we gaan eigenlijk voor het verjaardag. Het duurt nog een uurtje nu. Ja, lekker weertje hoor. We gaan altijd doorzingen als we de muziek uitzetten. We doen heel even een stopje bij de Mac, want het is 12:30. Ja, en we hebben best wel een beetje honger. En 13:30 zijn we pas in Barneveld. Dus. Mackie, frietjes. Lekker hoor. Ja, weet ik niet. Mac Drive. Yes. Even bij de Mackie. We hebben hier een vega burgertje. Okay. Nuggets frietjes van mevrouwtje. We hebben net even lekker met z'n drietjes Mackie hier gegeten. Drive-thru. Nou. Jongens, haantje pik. Het Barneveld. Het ziet er ook gewoon zo lekker sticky uit. Doe maar. Kijk, guys. Dat kan. Hij staat hier ook echt zo mooi. We zitten met z'n allen in de auto. Waar gaan we ook weer eten? Hoe heet het ook weer? Griebus. Griebus. Weet je wel, de griezelbus, maar dan afkort. Afkort. Barneveld. Oké, we hebben hier lekker truffelpasta, pizza. Chap is de babysitter. Bij de babyfoon. Gaat hij ook op die lampjes af? Gaat op alles af, want elektrisch is. Dat is heel apart, ik weet niet waar het aan ligt. Nee. Ja, dat ik weet wel, straling of zo. Oké, we komen uit Barneveld. Het is echt insane. Het is 10 uur. Maar het voelt alsof het 1 uur 's nachts is. Ja, klopt ook wel met jetlag. Maar echt kapot. Nee, maar je zegt elke dag 1 uur toch? Dus dat zeggen we. Ja, maar toch zitten we er zo erg in. Oh, en dan zo'n jetlagje van 3 uurtjes. Oh, we zijn zo kapot. Ja. Ik ben komen thuis om 11:15. Ik ben gelijk in bed. Ja, Mila zit hier achter, die is ook klaar wakker weer. Ja, het is echt... We zijn thuis. Jongens, het is zo raar. Vroeger kwam ik pas tot leven om 3 uur 's nachts. Echt, ik was gewoon niet gewoon een nachtbraker, maar gewoon echt een extreme nachtbraker. Ik ben zo iemand die de hele nacht kan gamen. Ik heb zelfs in mijn tienerjaren, maar dat is wel echt heel ernstig hoor. Volgens mij was ik jaar 14, 15. Heb ik periodes gehad dat ik echt van 4 uur 's nachts tot 1 uur 's middags sliep. Maar dat is echt hardcore. Weet je wel, in de zomervakantie. Maar nu... Ik ben gewoon kapot in de avond. Kijk, weet je wat het is? Mila wordt bijvoorbeeld vandaag is zo'n 5 uur wakker door de jetlag ook. En dat breekt je ook wel natuurlijk op aan het eind van de dag. Maar het is gewoon, ik ben gewoon zo geen ochtendmens. En ik ben niet van mezelf gewend dat ik op dit tijdstip nu zo in slaap val. Letterlijk dat ik zo zit. Echt, it's so not me. En ik werd er al voor gewaarschuwd. Als je kinderen hebt, dan moet je een ochtendmens worden. Dat gaat vanzelf. Maar het went nooit, inderdaad. Dit went niet. Nou ja, we nemen het voor lief. Morgen kom mijn moeder. En morgen ook even... Gewoon met haar kletsen over alles en hoe... Gewoon alles in het leven...
merk het, een update over hoe het nu gaat in de wereld en met alles. Ik merk dat veel mensen aan mij toch voorzichtig vragen hoe en wat. Nu met de oorlog en zo. En heel veel mensen vragen aan mij over familie en hoe dat gaat. En ik heb nog niet echt meegemaakt, buiten een paar domme DM's om, dat mensen echt naar mij raar doen, omdat ik geboren ben in Rusland. Het enige dat mensen graag dus een statement wilden. Nou ja, goed, ik heb al eens wat over gevlogd. Maar ik merk dat heel veel mensen gewoon ook, ja, vragen van, joh, heb je daar een familie en hoe is het voor hun? En ja, ik heb in principe, ja, ik wil even morgen mijn moeder er goed over spreken, uitgebreid, hoe en wat. Zo moe. Slapen. Welterusten. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Bye.